Yes jongens, welkom bij een nieuwe van TW Fishing Team. Ik ben weer nog in mijn eentje. Ik ben terug op dit prachtige water. Het is privéwatertje. Ik heb er in het tweede al een paar keer gevist. Er zit een mooie vis op. Mooie spiegel dat ik weet. Dus het is niet te moeilijk. Dus even lekker een nachtje rossen hoop ik. En lekker ontspannen. Niet te gek. Kort nachtje. En we gaan het wel zien. Maar uiteraard even checken hoeveel vermogen die heeft. Spanning op staat. 8,3 volt. Helemaal gaaf. Volle kan er niet zitten. Zo jongens, beide hengels weer in. Ik heb eerst even een beetje bollen in mijn hand. Beide soorten door elkaar gemengd. Dus de Kennenut en de Squid Grill. Met de Nice Cybershot op de stekplaat. Maak ik ook altijd wel een zooitje van. Nou ja, als het hengeltje zeggen, dan kan ik opruimen. Zo jongens, ik ga eens voor jullie mijn best doen om een live run beeld te krijgen. Dus ik denk dat het goed komt. Hengels zitten er perfect bij. Nu nog één hengeltje en dan is het tijd voor ontspanning. Nou jongens, vooraf je begint met het uitvallen met de voerboot, moet je natuurlijk altijd even checken hoeveel volt hij nog heeft. Hoeveel spanning erop staat. En als je klaar bent, dan moet je alleen zorgen dat je de kabeltje even los trekt. Dus van de accu's van de dingen. Je kan de accu's eruit halen, hoeft niet per se. Als ze los gewoon zo zitten en je doet het klepje erop, dan is het ook prima. Maar dit zorgt ervoor dat je accu's langer meegaan. Dat je vaak kan uitvaren en dat is gewoon veel beter voor de boot. Nou jongens, ondanks dat ik deze hengel op de shot heb gelegd, ga ik toch even wat squid krilbollen erbij voeren aan het overkantje. Dit omdat ik gewoon misschien s'nachts wil wisselen van aaspresentatie. En dat de shot niks oplevert, dan kan ik toch switchen. En dan heb ik de vis al vertrouwen in het voer. Zo gaan we. Lekker, lekker, lekker. Lekker jongens. Toch die Ronnie. Hij gaat gewoon. Binnen de 27 minuten. Dus de run staat te rijpen. Yes jongens, hij zit erin. Een bizarre bak. Echt niet normaal. Niet verwacht hij. Kijk dan. Een gieboer. Maar goed, vis is vis. Zo jongens, eerste vis. Hij is denk ik 1,5 kilo. Hij wil wel gaan vissen. Wel een schub. Punt gaaf nog uiteraard en hij kwam er ook niet weg. Beetje duivenvoer erbij, helemaal top. Een laatste shot voor de camera. Leuk. Ja hoor, dat is die andere gewoon. Holy shit. Nou dus. Nou jongens, die Ronnierig was helaas al een gebogen haakpunt en ondanks dat het kleine visje zijn, ga ik dat niet proberen. Dus ik gooi even een whitey pool weer aan. Kijk of het goed ziet. Die had ik gewoon nog klaar liggen. Dus ik ben benieuwd. Wederom een schuffie. En wederom een klein. Maar bij deze vis vind ik het wel zorgelijk. Als je even goed kijkt, dan zie je dat hij een best grote kop hebt. En een heel mager lijfje.
Dus dat betekent dat er gewoon te weinig voedsel hier zit. Te weinig natuurlijk voedsel. En de pijlen lukt hij wel altijd. Dus heel ondiep, veel waterplanten, veel wier. Dus eigenlijk veel te veel vis op dit water. Dus dat is wel zonde. We hebben wel een mooie visie. Ik hoop dat hij meer kan eten. En hij mag gaan. Hai jongens, hij gaat. De draai u. Yes. Kijk dan. Leuk visie. Lekker sterk. Veel plezier. Harde runs. Ik ben helemaal tevreden. Ook voor jouw geld ga je oma maar halen. Lekker. Hij draait weer. Ik zei het, ze worden groter. Dat is helaas niet waar. Hij is wel wat dikker voor zijn soort. Ik kwam weer op een snowmannetje. Een candyboy met een grilpje boekje erop. Inhangrootje. Ging natuurlijk als de brand eraf. Mooi gehakt in het onderrippie. Even kijken hoor. Dit is hem dan. Wel een dikker visje. Maar ja, niet heel veel sport natuurlijk op zo'n zware 12 voet. Pook van 275 lbs. Maar ja, wat wil je? Ja, jongens, weet je nog, vroeger, toen waren we in Frankrijk, toen zeiden we altijd, volle maan, bakkennacht. Maar dat is nog nu nog niet te zien hieraan. Het is meer volle maan knollennacht vandaag. Zo jongens, uur of 4 s'nachts, ik heb er 2. Dat is wel nog eentje extra in het net, maar die is dus uitgesprongen ofzo. Maar ja, dat is wel even een hectisch momentje. Tegen staat nu volgens mij op 8 of 9. Chaos. Zo jongens, morgen. Het is nu 6:30. En best een rijtje sessie zo. Ik heb op een gegeven moment had ik 9 runs. Waarvan ik op het einde nog 2 speelde. Dat ik iets bot te haken. Ik had natuurlijk geen zin om die even te vervangen met zulke formaten vis. Ik vond het op zich wel goed. Ik heb zoveel vis gevangen. Ik zet mijn wekker gewoon op. S'ochtends. Het is nu 6:30. Ik ga een kleintje versen. Ik probeer een uurtje mee te pakken en dan loop ik nog een beetje actie overdag. Ik ga gewoon weer even opnieuw mijn rijtje uitvaren. En de andere reden waarom ik dat deed was natuurlijk dat ik moest slapen, maar ook om mijn voerboot te sparen. Want, ik had al een stuk of 8 keer uitgevaren. En op een gegeven moment houd ik natuurlijk op. Dus dat gaan we nu doen. Ik ben nog wel moe, maar we moeten even doorzetten. Kom op. Ik heb er weer een. Deze kwam te Kenny net. Het is wel een redelijk maatje voor je. Maar nog steeds niet de vis waar ik op zat te hopen natuurlijk. Dus ik heb me besloten mijn tactiek iets aan te passen. Ik ga gewoon niks meer bijvoeren. Ik ga alleen met mijn boy in de voerboot. En dan doe ik waarschijnlijk lang voordat ik een aanbod krijg. Maar wel kans dat de grotere vis vlak voorbij de voerster gaat aan de schouw is. Legt dat richtje erbij. Maar misschien dat het wel werkt. We gaan het zien. Nou jongens, je ziet het. Ze worden er niet groter op. Het is er één. Nou jongens, hoe zie je dat je een vis hebt voor gevorderden? Voor beginners eigenlijk. Je ziet de swinger tegen de piep aanstaan. En de hengel staat lekker krom. Nou man. Hoe is deze al rest?
Dan kan je hem oppakken. Pak hem op. Hou de spanning. Voel je wat? Nou. Kijk jongens, is dat even mooi? Leuk hè? Je moeders hebben ook één gedrild. Ja, en moeder en dit is die jonkie. Ja? Ja. Eentje dus... een beetje mooier erbij. Oh, daar gaat hem. En we hebben een bellen. Maar op de eentje stift, met een oranje puppy. Kwamen ze alle 3 jaar. Het gaat best wel snel. Kijk, die andere engels leuk. Die zijn. Hallo. Die blijven even stil. Dus we mogen weer gaan. Ja. Een ronierig. En die heb ik gewoon op de shot recht gemonteerd. Dus gewoon op de shot wijzen. Met een roodje. En op 40 centimeter afstand zo die Ronnie. Dus ik ga hem even uitvouwen met een beetje particles erbij. Even kijken hoe de vis erop reageert, hoe die gehaakt zit. En dan kan ik het misschien toepassen tijdens op moeilijke wateren. Het is natuurlijk iets wat de vis nog niet gezien heeft. Dus ja, altijd leuk om een beetje te experimenteren. Jongens, dit is echt bizar. Als je de voltmeter kijkt van de voerboot, dan staat hij 7,5. En je hebt gezien hoe wijs veel gevaren heb. Ik heb meer dan 20 keer, ik heb 14 vis gevangen, een paar gelost. Dus meer dan 20 keer uitgevaren. En hij staat op 7,5. Ik begon op 8,3. En je kan doorgaan tot standje 69, om dat zomaar te onthouden. Dus tot 6,9 volt kan je door blijven varen tot de regens. Dat is niet normaal. Het zijn 2 lithium accu's. En je kan er dus gewoon meer dan 30 keer mee varen, denk ik. Dus ja, heel bizar. Zeker een voordeel om voor de lithium accu's te kiezen ten opzichte van de rood. En ja, helemaal top. Ideaal ding. Ja, jongens, ik kom voorgenomen om te gaan opruimen. Maar hij gaat toch gewoon nog een keer af. Het is de chotrig met de Ronnie erop. Zo wachten dat het ook gewoon afgaat. En kijk die helemaal mooi op de kant uit. Wel lachen dit. Tom en Vissie, 15e. Echt bizar. Het voelt wel iets beter aan dan de rest. Dus laat zien. Draaien. Dit is hem dan. De laatste versie. 15e. En voor de video naar leuk. Doe even buiten uit je boog. Ik heb veel actie gehad. Veel runs erop. En veel richtjes getest. Dus dat is ook altijd wel eens goed. Dus hij mag weer gaan. En dan zie ik je volgende week weer. Nou jongens, het was dus toch nog niet het einde van de sessie. Hij ging gewoon nog een keer af. En meteen de grootste. Dus dat is wel raf. Nou, leuk visie. Ik had hier nog wel een paar van weer gevangen. Maar bij deze dan toch de afsluiting van de video. Hey jongens, ook de raasthengel ging nog af. Mooi visie. En hij mag weer terug. Hey jongens, je zag het. Tijdens het opruimen toch nog alle 3 mijn hengels afgelopen. Niet normaal. Totaal 17 stuks. Ik ben er wel klaar mee. Al die knollen. Maar deze keer wordt echt. Video leuk. Duimpje omhoog. Abonneer voor meer. We hebben bijna 20.000. Misschien hebben we het al. Als je deze video kijkt. Maar in ieder geval, er gaan gekke dingen komen. Leuke winacties, dikke ideeën, goede deals. Dus blijf op de hoogte, abonneer. En dan zien we jullie volgende week. Later.